Op woensdag 17 augustus 1881 opent aan de Heiligeweg 26 het café-restaurant van Herman Willemsen. Het is gebouwd naar een plan van het bekende architectenbureau van A.L. van Gent, die niet veel later het concertgebouw ontwerpt. De pers prijst het nieuwe café als een sieraad der hoofdstad. De gevel is grotendeels opgetrokken uit natuursteen en voorzien van beeldhouwwerk. Binnen is er behalve een fraaie koffiezaal ook een biljartzaal met wel 6 biljarts. Het café tapt Heinekenbier en heeft ook een bottelarij. In 1887 brengt Willemsen zijn café onder in een exploitatiemaatschappij waarin ook Gerard Heineken deelneemt. Een paar jaar later heeft Heineken zelfs het hele kapitaal van de maatschappij in handen. Het café wordt daarna verhuurd aan verschillende uitbaters die natuurlijk allemaal Heinekenbier schenken. Zo wordt het achtereenvolgens Café Monopol en Café Restaurant Modern en intussen doet het ook dienst als studentensociëteit. In het gebouw zit tegenwoordig een speelgoedwinkel. Het interieur is helemaal gesloopt, maar een deel van de gevel is nog wel te zien.